ik dan niet in het donker? Maakt niet uit. In mijn vorige leven ben ik cabaretier geweest. Ik heb in 1992 het geluk gehad dat ik van de Stichting Max Havelaar opdracht kreeg om een voorstelling te maken over zuivere koffie. In die voorstelling heb ik als cabaretier ook wat gebracht over chocolade, cacao. Daar heb ik een tekst opgeschreven en ik werd op in die tijd door een sublieme accordeonist begeleid, Michel Mulder, en van hem is de muziek. Ik ga mijn best doen. Overigens, er zijn toen twee nummers opgenomen. Ik heb mijn accordeonist niet hier, want die woont tegenwoordig in Delft. Daar werk ik al heel lang niet meer mee. Dus ik zing met mezelf mee. En hij speelt muziek. Chocolade! Ja, wie denkt er bij chocolade nu aan de bode van cacao? Aan het kapmes in de hand van een mooie Afrikaanse vrouw. Ja, wie denkt er aan een plantage bij het eten van een bonbon? Aan de cacaoboom vol met mieren in de Afrikaanse zon. Ja, wie denkt er bij chocolade nu aan de bode van cacao? Ja, wie denkt er bij chocolade nu aan de bonen van cacao? Aan de komo die in de heuvel een emmer met water haalt. Aan de dorpjes zonder kranen, de cacao wordt slecht betaald. Ja, wie denkt er aan de markten, waar kwezi slippers verkoopt. En koko op zijn blote voeten, met een schoenpoetskistje loopt. Ja, wie denkt er bij chocolade, aan de bonen van cacao. Ja, wie denkt er bij chocolade, aan de bonen van cacao. Ja, wie denkt er bij chocolade? Ja, wie denkt er bij chocolade? Aan zware zakken op de nek. Aan de mooie Afrikaanse ogen van een zwarte lachenbek. Aan het voedsel in de borden dat ne komo met de handen eet. Zes maar aan, eet maar mee, ook als je Toos of Arnold heet. Ja, wie denkt er bij chocolade nu aan de bonen van cacao? Ja, wie denkt er bij chocolade nu aan de bonen van cacao? Zit er ook chocoladehagel in jouw trommeltje met brood? Of is het soms chocopasta met stukjes hagelnoot? Ja, wie denkt er bij chocolade nu aan de bonen van cacao? Aan het kapmes in de hand van een mooie Afrikaanse vrouw. Ja, wie denkt er bij chocolade nu aan de bonen van cacao? Ja, wie denkt er bij chocolade nu aan de bonen van cacao? Ja, wie denkt er bij chocolade nu aan de bonen van cacao? Ja, wie denkt er bij chocolade nu aan de bonen van cacao? Ja, wie denkt er bij chocolade nu